kunt vanaf nu ook echt stemmen op de Feed Awards 2018. Hallo! Hoi. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers en wij zitten alweer in de auto. Het is voor ons vandaag eerste kerstdag en wij gaan met onze familie bij Van der Valk brunchen. En de kinderen die hebben er al zin in, hè, jongens? Ja! Ja! Heeft Lucilla mooie nageltjes? Laat eens kijken. Oeh, Lucilla mooie rode nageltjes en mooie rode lipjes. En Leon heeft zijn stoere jasje aan, hè? Ja. Ja, en een mooie stropdas om. En papa? Vader en zoon zijn in het leer. Hello. Allebei in het leer. Ik heb ook een beetje aan, nu als een kerstje, dat is mij. Ja, en mama die heeft hakken aan vandaag. Kijk, ik heb hakken aan. Voor eventjes. Wow. Ik heb me trouwens gisteren vergist in de vlog. Ik heb gisteren aan jullie verteld dat ik 32 weken zwanger ben. Maar jongens, ik ben nu al 33 weken zwanger. Dus ik heb me gisteren een tijdje vergist. Time is flying. Maar goed, ja, dit is dus mijn outfit. Mijn kerstoutfit. Dit jurkje, dat had ik nog bewaard. Dit is een zwangerschapsjurkje. En ja, we gaan vandaag een gezellig familiekerstdineetje hebben. Geniet van speeltjes. Nou ja, brunch eigenlijk. We zijn aangekomen, jongens. Och, ja, ze hebben er heel erg zin in, de kinderen. Het is ook heel leuk. Als het goed is, is er dit jaar ook weer een springkussen. En kunnen ze popcorn maken en suikerspinnen maken. Kom maar, jongens. Ze kunnen niet wachten. Kan je niet wachten, jongens? Een Tesla. Ja, een Tesla? Jongen, hij herkent gewoon al auto's. Kom je er ook uit? Neem je Sophia mee? Neem je die mee? Ja, kom maar. Kom er maar uit, prinses. Ik heb hier nog nagellak op mijn hand zitten. Ja, kom maar. Ik ben hier niet. Heel mooi. Kijk, ze heeft een nieuwe jurkje aan. Oh, moet je wel even je jurkje naar beneden doen? Dit is jouw nieuwe jurkje, hè? Ja, van de Sarah. Ik ben niet een... Hey, mama, kijk! Wat is dat? Vlaggen. Ja, de vlaggen, ja. Kom maar. Kom maar, Lucilla. Kom maar. Oeh, het windje. Oeh, het windje. Er is geen muts. Je hebt geen muts, liefie. Kijk. Dus is de mannenoutfit. Senior, junior. Kom maar, gaan we naar binnen toe. Moet je kijken. Oh, gerookte zalm. Ik ga voor de vis, mama. Het is gerookt, ja. Wat
wat is jouw vangst? Ik kan geen chef vinden hiervoor. Oh, wat mag ik daarvoor? Hey, ik ga hiervoor. Ik begin met vis. Gezonde voornemens. Ja. Nou, we hebben ons eerste rondje. Ik ga van start af bij de kinderen. Zo. Nou, mama. Bon appétit. Hier het toilet. Ja. Mama het toilet. Nee, mannen toilet, hè. Oeh, kijk eens in een mooie spiegel. Kijk eens even naar je leren jasje. Kijk eens. Oeh. Wow, ben ik mooi. Nou, en Junior heeft zijn leren jasje even op het pc-kapstokje. Wat hebben jullie nou alweer? De suikerspin. We gaan eerst even een rondje springkussen doen, want dan kan het eten weer zijn. Ja, toch ja. Als we gaan springen, dan gaat het eten weer zakken. Dan kunnen we zo meteen weer. Mama heeft ook te veel gegeten. Ja. Even springkussenen. Mama kan het niet laten. Maar voor dan, wat wil jij? Suikerspin. Nog een suikerspin? Kijk, er zijn allemaal kindjes in de rij voor de suikerspin. Leuk, hè? Creatief voor Luan, Silla. Silla denkt, ik stop ze regelrecht in de mand. Dat is Silla. Ja. Lekker, hè? Eens kijken. Oh, oh, oh. Dat is een kerstklok. Bruine gebies. Oh, mooi haasje. Deze heb jij gemaakt. Wauw. Dat is een beetje warm, leg op de tafel. Vers gemakken koekjes. Oh, wat hebben jullie gekregen? Kijk! Laat zien. Wauw. En kijk. Oh. Mooi. Goed zo. Geef mama maar een handje op die enge trap. Oké, ga. Even buiken bij oma. En we gaan weer lekker terug naar huis. Nou, dan even lekker uitbuiken bij opa en oma. Luan, ben je aan het darten? Oh, mooie kerstboom hebben we opa en oma. Mooi, oma. Paars en parlemoe. Hele mooie kerstboom. Hele mooie kerstboom. Kijk, en hier hebben we de biljart. Of nee, de dart. Niet de biljart.
We zitten weer lekker in de auto en we gaan weer lekker naar huis, jongens. We doen onze kerstoutfits uit en ik zit nogal strak in mijn jurkje. Zo vol als een kerstbal. En dan doen we lekker onze thuisbakken aan en dan ploffen we lekker eventjes op de bank met een Netflixje, denk ik. Vonden jullie het leuk? Ja. Ja? Wat vonden jullie het leukst? Koekjes waren. En de koekjes die jullie zelf hebben gemaakt, hè? En spelen met familie, hè? Ook. En jij ook de koekjes lekker? Nee. Lekker leuke koekje opeten. Heb jullie ook volle buikjes? Heel vol. Papa heeft een heel vol buikje. Kom maar erin. We gaan lekker relaxen, chillen thuis. In bad en in bed. Nou jongens, we zijn weer lekker thuis. We doen weer lekker de badjassen aan. Kerstkleren uit. Ik merk echt dat ik het fijn vind als ik geen strakke jurkjes meer heb. Dit is het jurkje wat ik aan had vandaag. Maar lekker. Het is toch een beetje strak normaal. Lekker. Lekker in een badjas, hè? Maar lekker aan het Netflixje kijken. Op de bank. Nou, we liggen lekker op de bank hier voor Nico, zo'n kinderkerstfilm met zo'n rendiertje. Even lekker chill. Het is natuurlijk, voor jullie is het natuurlijk al lang kerst geweest, omdat we ongeveer 10 dagen achterlopen. Maar ik ben wel heel erg benieuwd, wat hebben jullie met kerst gedaan? We hebben het eerste kerstdag, met tweede kerstdag gedaan. Morgen hebben we in principe niet echt heel veel plannen. Opa en oma Frankrijk wonen in Frankrijk, om daar nou even heel kort gezegd tweede kerstdag te vieren. Is een beetje ver weg. Dus wij gaan morgen gewoon lekker met ons gezin kometten. En morgen hebben we pakjes onder de kerstboom. Wat is kometten? Dat is met die kleine pannetjes. Vlees maken. Met die kleine pannetjes. Oh ja, binnen. Ja, ja, ja. Dat vind ik wel leuk, hè? Ja, daar hou ik van. Dat gaan we morgen doen. En we liggen morgen wat paar kleinigheidjes onder de kerstboom. En die gaan we morgen uitpakken met ons gezin. En dan gaan we overmorgen gaan we op vakantie. Waar gaan we dan doen? Naar Bollo. Ja, dan gaan we naar, heel leuk, we gaan naar Valkenburg, naar het landbouwhuisje in Valkenburg. Valkenburg is volgens mij een van de meest mooie steden met dit soort, met de kersttijden, zeg maar. Daar hebben ze heel veel leuke lichtjes, leuke kerstmarktjes en dingetjes en zo. Dus we blijven voor deze vakantie nog even de kerstsfeer. Huh? Is er dan Puk en Bella weer erbij of dan niet meer? Nee, volgens mij is het alleen met Bollo. Alleen maar Bollo? Met Bollo, ja, maar ze hebben ook wel een zwembadje en ze hebben daar... En ze hebben daar ook hele leuke kerstmaartjes en heel leuk lichtjeshow. In Valkenburg is sowieso heel erg mooi, want in Valkenburg is alles een beetje bergachtig. Dus er komen sowieso ook weer heel erg leuke vakantievlogs aan. Oh, en trouwens, als ik nu toch zo hier met jullie nog gezellig aan het kletsen ben. Je kunt vanaf nu ook echt stemmen op de Feed Awards 2018. Je kunt bij de Feed Awards kun je op meerdere categorieën stemmen. En wij zijn vloggers. Dus onder het kopje beste vlogger, daar kun je op ons stemmen als je dat leuk vindt. En wie weet worden we wel genomineerd voor de Feed Awards. We hebben de linkjes onder in de videobeschrijving staan. Alvast dankjewel voor het stemmen. Ondertussen is het even een knuffelmomentje. Ja, en we gaan dan naar de slapen. Silla is inmiddels lekker aan het kleien. Kijk, daar zit ze. Ben je lekker aan het kleien, Sil? Silla vindt kleien zo leuk. Ja, hij is zo mooi. Je hebt hele mooie figuurtjes gemaakt, hè? Kijk, die heb je al daar neergelegd. Heb je heel goed gedaan. Kom eens hier. Gaan we liggen? Moet ik wel even mijn bril afdoen? Oh. Kom even knuffelen. Gaan we even knuffelen? Kom eens je pipje. Pipje. Slapen.
Oh, dat is het. Hey, een schatje, waar is Woeseltje? Woesje, Woesje. Nou, Woesje. Woesje, kom hier. Kom hier. Kom hier. Oh, kom hier. Zo, kom hier. Dan kan je niet meer ons pakken. Oh, Pip is onze knuffel. Pip is onze knuffel. Onze Pippi. Kijk, een schattig jongens. Oh, een liefie. Mama, kijk. Die zijn zo lief. Die zijn zo lief. Ja. Die zijn zo lief, jongens. Mama. Nog één in beeld. Oh, schatje. Mama is even het knuffelen. Kijk. Wat heb je gemaakt? Oh, Pipje. Ik had hem van de week al uitgepakt en er zat een kaartje bij. Volgens mij heet hij Sophie uit mijn hoofd. Ik weet even niet meer. Kijk. Kerstmutsje. Of is dat die? Oh. Ja, dit kaartje kreeg ik erbij. Oh, die. Deze. Dit is haar kaartje wat ik erbij kreeg. Van Sophie. Ze schrijft: met deze agenda help ik drukke gezinnen de feiten voor te blijven. Zo komt er weer meer lucht en tijd voor dingen die ertoe doen. Jullie zijn natuurlijk super digitaal, maar papier heeft overzicht. En kinderen kunnen meekijken. Heb er veel plezier van. Een jaar lang een opgelucht 2018. Super lief. Dankjewel Sophie voor je heel erg leuke lieve kaartje. En natuurlijk je mooie kalender of agenda. Hier heeft ze ook een briefje erbij gedaan met allemaal uitleg. Zeg maar hoe de agenda werkt. Ik zal even een klein inkijk geven. Kijk, zo ziet een pagina eruit. Hier zijn ook van hele leuke tips bij onder in de hoek. Echt heel erg leuk gedaan. En ik ben nog steeds heel erg van de papieren agenda's. Daniel daarentegen die zegt, oh, doe alles toch lekker in de iPhone en in de iPad. Ja. Maar ik schrijf eigenlijk ook altijd nog gewoon op een ouderwetse agenda. Ik zal eens eventjes de kalender van deze maand pakken. Zal ik jullie laten zien hoe onze kalender er deze maand uit heeft gezien. Kijk, wij hebben op de wc gewoon zo'n jaarkalender hangen, zeg maar. Die hangt zo op de wc, zo. Dit was december. En dit was onze decembermaand, jongens. Ja. Dus iedere dag staat er volgekriegeld wat we die dag eigenlijk hebben. Maar ja, je hebt natuurlijk super weinig schrijfruimte. Oh, dat. Dus het is zo ontzettend handig, zo'n agenda voor 2018. Dus dankjewel, Sophie. Die gaan we zeker in gebruik nemen. Nou, Luan wil er ook even in kijken. Leuk, hè, Lu? Oh. Hele leuke plaatjes zitten erbij. Ja. Wat is dit voor soort boek? Dit is een agenda van iedere dag kunnen we opschrijven wat we met ons gezin altijd doen. Oh ja, dan weten we precies wanneer je naar school moet, wanneer je naar zwemles gaat, wanneer Lucilla naar ballet gaat. Handige agenda, hè? Afgiftie. Vind je leuk? Ja, nou, Luan vindt hem ook leuk. Nou, we gaan lekker avondeten. Lucilla heeft een picknicktasje meegenomen. Ach, schatje. Vanavond is het lekker simpel, want we hebben natuurlijk al hartstikke veel ontbeet of gegeten met de broodje. Oh, heb je die meegenomen, papa? En een kruidenbotertje? Ja. Heel lekker. Merci. Doe de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren op ons belletje klikken. En morgen weer kijken. Tot morgen. Doeg.